Hey girls, hier weer een shoplog van mij. Het is weer niet zo lang geleden eigenlijk, maar ik heb weer dingen gekregen voor mijn verjaardag, iets. En ik ben even naar de Kruidvat geweest voor een paar dingetjes. Ik ga beginnen met wat ik heb gehad voor mijn verjaardag. En dat is van Yves Laurent, volgens mij. Of Yves Rocher, sorry. Yves Rocher. Had besteld bij mijn tante en dat heb ik dus gekregen voor mijn verjaardag. En ik begin met de regulerende lotion. En dat is ook voor tegen pukkels en meeeters. Het ruikt op zich wel heel hartstikke lekker. Ik weet alleen nog niet precies hoe ik moet gebruiken. Ik weet dat er grapefruit extract in zit en iets van olijven of ik weet niet. De handleiding is in Duits en in het Frans. En beide talen ken ik heel slecht. Dus dat ga ik al spelenderwijs even zien te ontdekken. En dan laat ik jullie weten of dit wat is. Verder. Alles wat ik hiervan heb besteld was allemaal een beetje in de soort van aanbieding. Om het gewoon weer uit te proberen. Dan heb ik ook de Watercolor Effect Blush. Dat ziet er zo uit. Het is een heel klein tubetje. En dat is dus een blush. Het is echt gewoon knalrood. En moet je dan volgens mij op je vinger doen en dan uitsmeren of zo. Alleen het loopt bij mij heet het al uit. Hierop. Hierin. Maar dat gaan we eens uitproberen. Het staat ook nog niet precies bij hoe ik het moet gebruiken. Dus daar gaan we gewoon een beetje mee spelen. Daarvan heb ik ook de watercolor effect eyeshadow. Dus aquarel effect. En het is heel vreemd. Het is een oogschaduw. Maar dan. Ik hem openmaak. Het is net een nagel. Het zit gewoon in een potje. Het is vloeibaar. En ik weet nog niet precies hoe ik die aan moet brengen. Dus daar zou ik even goed voor moeten kijken en misschien op YouTube kijken voor filmpjes of wat dan ook. Maar het laat ik weten of dat wat is of niet. Verder heb ik drie oogschaduws. De kleuren zijn anders dan wat je ziet hier ook. Hier lijken ze bekant grijs en goud op, maar dat is niet zo. Dit was drie bestellen, twee betalen. Ik weet alleen niet meer wat ze kosten. En dit zijn crème oogschaduws. Dit is ook met zo'n applicatortje. En ik heb ze in drie verschillende kleuren. En dit is mauve brun. Ik zie het niet, maar het is een duochrome is het. Dit is chrome. Dat is een zilverkleurige. Dat zie je alleen jammer genoeg niet. En dit is Odor Doré. En dit is ook een duochrome. Een beetje ja, oranje roosachtig. Nog niet uitgeprobeerd. Ga ik zeker doen en dan laat ik weten wat ik ervan vind. Verder was ik een keer bij de Kruidvat geweest en toen vond ik dus in de bak wat goedkoop was deze potjes. De Essence at Holographics.com oogschaduws. Ik heb er drie. Al drie de kleuren die er dus waren. Voor een euro per stuk. Dus dat was wel lekker. Alleen met deze heb ik de bovenkant ervoor ook afgetrokken. Ik had een stippertje verwijderd, dus dat is wel jammer. Maar ja, daar ben ik wel blij mee. Dit is Gaga Electric. Dat is een beetje een. Ja. Een blauw. Ik weet niet of je het kan zien op mijn hand. Dat is Gaga Electric. Ik zit altijd te kloten met de belichting. Nou, als ik beneden ga, gaat het weer niet goed. Zit ik boven, lukt het niet. Ja. Dan hebben we een lilac, nummer 2. Dat is een paarsrozige. Sommige brengen makkelijker aan dan de ander. Ja, dat merk je ook wel gewoon. Dit is lilac. Het is allemaal echt gewoon, ja, ik zou zeggen duochrome. Het is echt holographic, vind ik ze niet. En nummer 3, dat is prismatic white. En die zal ik ook even op mijn hand doen. Dat zal denk ik de slechtste zijn om te zien. Die zit hier. Ja, die zie je heel slecht. Maar dat is dus
Nummer 3, nummer 1, 2 en 3. Ik heb ze alleen nummer. Ik heb alleen de lilac heet die volgens mij. Ja. Yeah. Alleen lilac heb ik al een keer uitgeprobeerd. Zonder basis eronder. En dat gaat dus echt gewoon naar je huidprooi toe. Dus ik denk wel een basis onder. Pas geleden nog een keer bij de kruidvat geweest. Ja, ja, alweer. Ik had een bon gekregen. Van via mijn kruidvat voordeelkaart. Voor 30 extra spaarpunten voor mijn verjaardag. En ik had nog een voordeel van nagellak van Essence, de Color & Go. 1 euro per stuk in plaats van 1,29. En ik mocht er 4 maximaal meenemen. Dus dat heb ik gedaan. Die laat ik zo zien. Ik laat eerst zien wat ik nog meer heb gekocht daar. Ik heb een Herome glazen nagelvel gekocht. Want ik had een glazen nagelvel tot ik erop ging staan. Toen was hij dus stuk. Dus ik heb een nieuwe gekocht. En het bleek, normaal gesproken betaal je voor deze nagelvel van Herome 10 euro. En nu was het de helft van de prijs. Dat was dus 50% korting. Dus als ik dat geweten had, had ik er gelijk 2 meegebracht. Maar ja, ik kwam er achter bij het afrekenen. Dus dat was wel jammer. En dan de 4 kleuren die ik heb meegenomen. Ik heb het met de bon ingeleverd, dus ze waren een stukje goedkoper. Ik begin gewoon met het begin. Nummer 8, Ultimate Pink. Het is echt gewoon een hele roze kleur. Ik moet even kijken welke hand ik kies om te laten zien, want die andere zit er nagellak. Of nagellak. Er zit al iets op natuurlijk, voor de oogschaduws. Het is een hele mooie, felle roze kleur. En ik hou wel van roze, dus dat is wel mooi. Breakthrough, een paars. Hij is niet zo paars als jullie hem daarop zien hoor. Hij is lichter dan dit. Dan dat, wat jullie zien. Dan gelijk met de roze misschien beter. Ja, iets. Hij ziet dan wel steeds donkerder rond eruit, maar dit is Breakthrough. En dan heb ik er nog twee. Twee speciales. Ik begin met Choose Me. Dat is deze. Dat is een glitter. Even draaien ze. Het is een groen glitter, maar dat zie je niet. Totaal niet. Nou ja, het is een groen glitter met allerlei kleurtjes erin. Hij is super mooi. Het is allemaal van de Essence Color & Go collectie. En het laatste kleurtje wat ik heb genomen. Dat heet Where is the Party? En dat is een oliekleurig. Ja, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Het gaat alle kleurtjes zitten erin. Alleen dat zie je hier niet. Er zitten allerlei kleuren zitten erin. Een beetje een olie-effect. Dus die ziet paars, groen, roze, grijs. Alles zit erin. Het is super mooi. En voor mij loopt die actie nog eens. Dus als je een voordeelkaart hebt. Print de bon uit, want de actie geldt tot 8 augustus en het is vandaag de 6e, dus ik kan het nog halen. Maximaal 4 kleurtjes per voordeelkaart, dus ik zou zeker doen. Je spaart iets geld en het is altijd leuk om zoiets te hebben, toch? Je kan nooit genoeg nagellak hebben, vind ik. Dat is wel wat ik nu al heb gekocht en ik hoop dat ik nou een tijdje niks koop, want ik heb genoeg. Zeker qua nagellak eigenlijk. Dus ja, dit was hem. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Comment, rate, subscribe hier. Boven ergens, hieronder. De reacties. Laat me mikken daar. En laat me weten wat je ervan vindt. Of wat ik nog iets moet doen. Ik ga waarschijnlijk binnenkort nog een review maken. Van een paar producten. Dus dan zien jullie het vanzelf wel. Doei!